nog even snel wat boodschappen doen voordat er weer geruild wordt. Mag ik een doosje verse eieren? Natuurlijk, dat is 2 euro. Alsjeblieft. Dankjewel. Hey, daar heb je de eerste al. Hallo, met wie spreek ik? Hoi Ashwit, met Christo. Christo, waar bel je vandaan? Uit Nonsen, dat ligt in Zuid-Holland. Zo, dat zeg je stoer, Christo. Ja, ik ben een echte rapper. Nou, dan hoop ik dat je ergens terechtkomt waar ze ook van muziek houden. Ja, dat hoop ik ook, anders overleef ik het niet. Ah, dat komt wel goed. Christo, ik zie je zo. Daar heb je de volgende al. Hallo, met Ashwit. Met Winston uit Rotterdam. Ben jij uit eten geweest, Winston? Dat ziet er goed uit. Nee, niet echt. Dit is de restaurant van mijn ouders. Dat is helemaal mooi. Kom, ik een hapje mee eten. Oké, tot snel. Tot zo. Ik ben bijna bij Winston, hier in Rotterdam. Goedemiddag meneer, kan ik u helpen? Ik kom eigenlijk voor Winston. Ik ben zijn moeder. Hallo mevrouw. Winston zit aan het tafeltje. Hallo Svet, welkom in ons restaurant. Ben je huiswerk aan het maken? Ja, ik zit in 2VWO en ik wil goede resultaten halen. Dit is mijn vader, samen met mijn moeder is hij hier de baas. Hallo meneer. Fijn. Wat betekent dat? Dat betekent welkom in het Chinees. Dit is ons huis, welkom. Dankjewel. Dit is mijn grootste zus Priscilla. Hallo Ashwet. En dit is mijn kleine zus Celine. Hallo Ashwet. Dag meiden. Ik zit op pianoles en ik hou heel veel van Beethoven, Mozart en Bach. Stoer. Ik golf. Nou, chic hoor. Als ik het over heb, trap ik graag een malletje. Ik ben bij Christo en die woont hier in het prachtige Monster. Hey Ashwet, kom binnen. Christo is in de garage. Loop maar door. Christo, hallo, hoor je me niet? Oh, hey Ashwet. Sorry, ik hoorde je niet. Ik was aan het oefenen met mijn DJ-set. Oefenen? Ja, ik draai ook vaak op feestjes en ook op festivals. Heb je dan ook fans? Ja, kijk maar achter je. Hey Ashwet, hey Ashwet. Hey jongens. Ik draai niet alleen, maar ik drum ook. Opgroeien is leuk, maar het is ook lastig. Zo, je rapt ook nog. Ja, ik maak mijn eigen nummers. Dit zijn mijn ouders. Hallo, Ashwet. Hallo. Het zijn de liefste ouders. Ze staan altijd voor me klaar. Ik doe een Aikido. Ik doe ook aan surfen. En breakdance is ook een passie. En als ik tijd over heb, ga ik ze insteppen. Drukke jongen, die Christo. Welkom in Monster. Ik heb zin in ruil, alleen ik ben wel zenuwachtig. Want ik heb geen idee waar ik naartoe ga. Als er geen muziek is in dit gezin, dan overleef ik het niet. Wow. Ja, een beetje anders dan maar bij mij in de buurt. Het huis is klein vergeleken bij ons. Hi. Dat is onze Max, die doet niks. Die doet helemaal niks. Dus kom erin. Het is echt weer. Leuke hond. Nou, welkom in Monster. Dat ligt heel dichtbij Den Haag. Ik heb nog nooit van Monster gehoord, maar het lijkt me op zich wel leuk. Een rijtjeshuis. Ik vind het een leuke buurt. Mooie huizen. Hoi. Dank je. Hoi. Goedemiddag. Leuk huis. Oh, dankjewel. Ga even lekker op de banken zitten. Christo. Ja. Waar ben ik? Je bent in Rotterdam, Hillegersberg. Oké. Okay. Mijn ouders hebben een Chinees restaurant. Maar ik denk dat jouw ouders nog wel heel veel werken. Ja, elke dag. Ja. Ik zie mijn vader maar 1 keer of 2 keer per week. En mijn moeder maar een paar keer iets meer. Serieus? Oh. Ja. Hebben jullie ook nog een vader? Ja, natuurlijk. Ja. Hij is aan het werk. Ah, oké. Okay. Ja, mijn ouders hebben ook een restaurant. Hou je van Chinees eten? Ja, ik hou heel erg van Chinees eten. Vind ik super lekker. Wil jij een kopje Chinese thee? Ja, lijkt me wel lekker. En wij zeggen Chinezen zeggen wij kampé. Kampé. Lekker? Ja.
Hij heeft echt wat van tieren. Op zich wel leuk, alleen mag ik dat niet van mijn vader, want het maakt te veel lawaai. Ik denk dat hij een echte DJ is, omdat hij heeft echt een DJ-bot. Zonder muziek kan ik niet leven. En de allerbeste muziek is trap en rap. Ik dacht wat van mij, denk ik. Ik zie dat hij van Mickey Mouse houdt. Ik vind Mickey Mouse niet kinderachtig. Ik vind het gewoon leuk. Hij heeft wel allemaal knuffels. Ik heb wel wat knuffels, maar niet zoveel. Nou, volgens mij heeft hij druk op school. Dat zie ik wel. Ik hou niet van huiswerk maken. Dat vind ik echt niet leuk. Dit is niet zo mijn stijl. Mijn stijl is een beetje hip-hop. Ik vind de merkkleding wel belangrijk. Omdat als er een logo op staat, dat het dan wel iets mooier maakt. Ik ben niet zo van de blouses en zo. Dank je. Yo, Ryder. Zoals je ziet is muziek mijn grote passie. Ik ben een echte rapper. En hier is je opdracht. Hou je van muziek, maak een coole rap en treed op voor publiek. Succes! Ik ben een beetje verlegen voor het publiek. Dus ik denk echt dat het wat is voor mij. Oh, de opdracht. Oké. Okay. Mijn ouders hebben een Chinees restaurant en maken de lekkerste gerechten. Leer de Chinese keuken kennen met je ogen dicht. Heel veel succes. Nee, ik ben niet heel bekend in de Chinese keuken. Dat was spannend. Christo is dol op roofvogels en gaat met zijn vader weer eens op bezoek bij Brian. Die geeft demonstraties met de mooiste roofvogels. Dat is allemaal vlees. Onze vogels eten alleen maar vlees. Kuikens, muizen, ratten. Zou je dat durven? Ja. Kijk, daar komt hij al. Hoppatee. Het is gauw geneigd om een vogel aan te raken, te voelen hoe zacht hij is. Maar ik zou dat niet doen. Ook al lijken ze heel lief, ja, er blijven roofdieren. En dan kan hij weer naar Monica toe. Wat vind je ervan? Het is wel bijzonder. Ik heb het nooit eerder gedaan en ik vind het wel leuk. Vind je het eng? Nou, niet echt eigenlijk. Okay. Ja. Ja, hij wou naar je handschoen en jij schrok ervan. Nou. Ja, dat geeft niet. In Rotterdam leert Christo van Winstons vader hoe je lumpia's maakt. Kijk. Je bent toch eigenlijk niet de kok? Nee, ik ben niet kok, maar ik ben wel ooit kok geweest. Een stukje eiwit erbovenop. Ja? Zo'n stuk of? Ja, iets groter, hè? Wij zijn niet zo gierig, toch? Ja, zo'n stuk. Ja, oké. Okay. Ja? Zo? Wat is uw baan dan hier? Mijn baan? Ja, ja, ik ben de eigenaar, hè? Maar. Oh. Ja, 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 ja. 1, 2, 3. Ja. Oeh. Oké. Okay. Dat is geen kleine. Ben jij heel veel van huis? Ja, ik ben bijna elke dag hier. Zo. Helpt Winston hier ook vaak mee? Nee. Winston komt wel lekker eten. Ik heb dit wel eens met Christo gedaan, zeg maar, voor Vaderdag. Maar misschien vind jij het ook ooit wel eens een keer leuk om te gaan doen met bijvoorbeeld met jouw ouders? Nou, dat gaat niet heel snel lukken, want mijn zus is bang voor vogels. Mijn vader haalt misschien niet echt van zo om zoiets te doen. Wat doe jij eigenlijk met je vader? Niet heel veel. Af en toe kijk ik wel een film, maar ik vind het wel leuk om met Christo's vader om te gaan. Want mijn vader heeft niet echt heel veel tijd. Ja, ik zou wel graag wel iets meer dingen willen doen met mijn ouders. Jij is, ja, daar beneden. Allemaal te veel olie. Jij. Wanneer ben je vrij? Ik ben in principe geen echte vrijdagen. Maar ik probeer altijd een paar afspraken te maken. Als de kinderen thuis is, probeer dat met de kinderen gaan eten. Hè, komen hier eten, dan probeer die tijd geen afspraken te maken. Kijk, het werken is niet alleen maar voor de leven, maar nee, ook een goede voorbeeld voor je kinderen. Ja. We moeten in deze maatschappij moeten altijd gaan werken. Ja. En niet altijd thuis blijven tv kijken, nee, toch? Nee. Ik zou het niet zo leuk vinden als mijn vader heel veel weg is. Ik zou hem dan heel erg missen. Ik vind geld verdienen niet het belangrijkste. Ik vind mijn familie het belangrijkste. Ja, ik vond het heel leuk vandaag. Ik vond het heel leuk met de roofvogels, want dat is best wel spannend. Ik vind het wel leuk dat ik bij een Chinees gezin zit. Ze zijn heel aardig. Ja, ik mis thuis al wel. Christo is gek van muziek, om het te maken en om erop te dansen.
Wat zou Winston van Christo's breakdance les vinden? Ik ga vandaag basic freeze uitleggen. Dat is de baby freeze, ja? Dat is volgens... Op de grond, hè? Ja? Oké. Okay. Nice, heel goed. Wat doe jij met je vrienden? Niet veel. Ik voel me af en toe met hen en ik vis ook wel met hen. Zou jij willen breakdansen? Lijkt me wel leuk, alleen ik heb er niet genoeg tijd voor, want mijn ouders hebben geen tijd om te brengen. En ja. Gelukkig is het voor Winston wel mogelijk om te golven. Hij krijgt al een tijdje les en vindt het hartstikke leuk. Ik ben benieuwd wat breakdancer Christo ervan vindt. Christo! Oh, hey Ashworth. Hoe is het? Wat zie jij er goed uit? Nee. Waarom niet? Ik vind het echt lelijk. Het staat je goed, man. Nee, ik lijk net een robot. Een robot? Hoe heb je het bij Winston thuis? Ja, leuk. Hele aardige mensen, die vader en moeder van Winston. En wat is nou het grootste verschil tussen bij jou thuis en bij Winston thuis? Ja, die vader vindt het heel belangrijk dat hij goed kan werken. En dat Winston ook een goede baan krijgt. Het gezin is heel erg prestatiegericht. Je moet presteren. Ja. Hoe is dat bij jou thuis? Niet zo. Als je gewoon een voldoende haalt, vinden ze het ook al goed. Winston en zijn nieuwe vrienden gaan battelen op de dansvloer. Gaan we ervoor, jongens? Gaan we winnen, of niet? Ja, ik denk niet dat we gaan winnen. We moeten tegen Nederlands kampioen. Dus dat is wel mooi. Als we maar plezier. Winnen is niet belangrijk. Ik ben niet zo opgevoed. Hoe dan wel? Winnen. Niet winnen. Altijd nummer 1. Ik vind het belangrijker dat je het naar je zin hebt. Winnen is eigenlijk niet belangrijk als je maar plezier hebt. Op zich vind ik het wel zielig ook voor. Maar als je maar lol hebt, zou ik dan zeggen tegen mijn ouders. Ja. Netjes. Netjes. Nou, Winston en zijn makkers zijn ervoor gegaan. Maar ik hoop dat Winston voor een keertje tevreden kan zijn met minder dan de winst. Heel goed gedaan. Winston moet hard leren van zijn vader. Ja. Maar zijn vader werkt zelf ook heel hard, hè? Ze ziet Winston ook niet zoveel meer. Wat verband heb jij met je ouders thuis? Een hele echte band. We doen heel veel dingen samen. Zoals? Nou, ik doe DJ en rappen. Mijn moeder die helpt mij dan daarmee. En mijn moeder is eigenlijk een soort van een mamager. Mamager? Ja. Dus manager en mama? Ja. Leuk. Ik wens je nog heel veel succes. Ja. En niet te veel graspiet stuk maken. Nee. Hoi. Hoi. Winston moet voor zijn opdracht rappen. Rapper Mo helpt hem om morgen met een strakke tekst op de proppen te komen. Ze oefenen eerst met een rap van Christo. Opgroeien is leuk, maar het is ontlastig. Acties, reacties, zijn onkrachtig. 2, 3, 4. Opgroeien is leuk, maar het is ook lastig. Acties, reacties, zijn onkrachtig. Kan beter. Ja. Het staat wel op de maat. Een soort van. Maar je mag het met wat meer overtuiging doen. Dus jij weet nu al dat het gaat over puberen. Mm-hmm. En dat je dan 4 zinnen gaat verzinnen over het ruilen. Mm-hmm. 4 zinnen gaat verzinnen over hier. Mm-hmm. 4 zinnen gaat verzinnen over thuis. En 4 zinnen gaat verzinnen over plezier. Okay. Ik denk dat het schrijven wel goed komt. Ik denk het optreden, het performen. Een volle huiskamer, dat wordt wat. Christo moet voor zijn opdracht heel wat leren over de Chinese keuken. Ik zeg aan tafel. Oké, aanvallen. Just, doe je een beetje middelvinger tussen, zodat je zo evenwicht hebt. Zie je? Prik. Wist je dat ze in sommige delen van China ook honden, hanenpoten, haaienvinnen, dat soort dingen eten? Ik word niet zo gauw bang. Pak, hoe kunnen jullie dat? Met stokjes eten lukt me niet. Ik doe het gewoon zo. Nou, dat sokjes eten moet je dat nog wel even oefenen, hoor. Het is ook moeilijk. Christo zit op een speciale school waar hij zelf kan kiezen wat, wanneer en met wie hij wil leren. Geloof het of niet, maar één van Christo's vakken op school is surfen. Jij bent dus een van Christo's vrienden? Ja. Maar op wat school zit jullie? Ik zit op een vrije school en dat is democratisch. Okay. En dan bepalen de ouders, de kinderen en de leerkrachten hoe... welke lessen je volgt. En zo is eigenlijk de surfles ontstaan. Dus jullie mogen zelf bepalen wat voor vakken jullie op school krijgen? Ja. Zullen we maar weer het water ingaan? Lijkt wel leuk. Winston krijgt zaterdags Chinese les.
Ik weet alleen wat goede dag is in het Chinees. Kom op, help me even. Ni hao. Ni hao, ni hao ma. Ni hao. Oh ja. Ni hao, ni hao ma. Op wat voor soort school zit jij? Op een hele vrije school. Nou, het is niet verplicht om mee te doen in een les. Want ja, het is je eigen keus. Het is gewoon superleuk. We hebben ook trampoline. We hebben een pooltafel. En een dartboard. Wat wil je dan laten worden? Ik wil iets met DJ'en doen. Of iets met dieren. Wat wil Winston worden? Rijk. Hij wil laten we rijk worden. Winston is lekker bezig met zijn surfplank. Ik ben benieuwd of hij er ook echt van geniet. Lukt het, Winston? Ja, man. Hoe is het? Zou het wat voor jou zijn? Nee. Nee, dat niet. Waarom niet? En ik ook niet met de tijd. Ik heb veel huiswerk maken dan in de week. Je moet heel veel huiswerk maken, ja, in de week. Waarom? Het zit ook een beetje in de Chinese cultuur. In de Chinese cultuur? Ja, in China zijn ouders heel streng tegen kinderen. En ja, daardoor waren ze uiteindelijk best wel slim. Ja, dat ze laten veel geld kunnen verdienen. Jij zegt dus, de kinderen worden heel slim omdat de ouders heel streng zijn. Ja. Werkt het zo? Ja. Wat vinden jullie van die theorie? Ik denk wel dat het invloed heeft op het kind, maar ik denk niet dat je, als je streng bent als ouder, dat je dan 100% zeker weet dat je dan slim bent. Ik heb de rap al geschreven, maar ik heb niet zoveel zin om het morgen op te voeren, want ja, ik wil gewoon niet echt rappen voor al die mensen. Ik mis vrienden wel, omdat bij hier zo, bij het golfen, waren zijn vrienden er ook niet bij. En ik doe meestal wel dingen ook met mijn vrienden. Goedemorgen. Goedemorgen, Winston. Goedemorgen, Winston. Geslapen? Oh, een beetje. Heb je zin in je opdrachten vandaag? Niet echt. Niet echt? Vind je spannend? Dat wel. Je hebt zo'n goede tekst geschreven, dat komt helemaal goed. Zo, goedemorgen. Goedemorgen. Ontbijt. Nou, we gaan zo eten. Oké. Zit er vlees in? Of wil je met de lepel? Nee, joh. Nee? Ga het gewoon proberen. Wat eet jij normaal dan? Nou, ik eet normaal yoghurt met een soort van havermout erin. Winston en Christo komen er niet omheen. Het is tijd voor hun opdracht. Heeft Winston zijn rap af en lukt het hem om voor een kritisch publiek goed uit zijn woorden te komen? Ik ben benieuwd. Hij krijgt gelukkig wat hulp van Dorian. Ben je zenuwachtig? Ja. En je moet echt een performance geven, hè? Dus ja, je hebt nu een publiek, dus ben je een beetje zenuwachtig? Ja. Ja? Ja, komt goed. Denk het. Ja, natuurlijk. Nou, ik zie je zo. Ja. Oké. Okay. In het Chinese restaurant zit Christo klaar voor zijn opdracht. Christo, je krijgt opdrachten. Je mag één fout, anders gaat het niet door. Heeft Christo wat opgestoken van de Chinese les? Zijn eerste opdracht is om nu het goede antwoord te geven. Hallo, Christo. Wo hang hao shishi. Goed zo. Heel goed. Christo, proef maar wat gerechten. Vertel maar wat de gerecht is. Dat hadden we gisteren. Ik weet de naam alleen niet meer. Wat ik nu in mijn mond heb, is lychee volgens mij. Dat is fout. Dat is chapchoy met kip. Oké. Okay. Nou, het is wel lekker. Zijn jullie er klaar voor, jongens? Yeah. Ga ik hem aanzetten. In Rotterdam staat mijn huis. Mons nu eet mijn tweede thuis. Toen ik binnenkwam, stond er een taart. En zag ik mag met punt en staan. Muziek is Christen passie, DJ en rap. Leuk om mee te maken, dan zijn puur als rap. Wat is die stoer? Winston Wang. Winston Wang. Winston Wang? Wat een vette artiestennaam. Cool en hip. Hoe zijn de letters Chinees muziek? Weet je wel dat we gisteren geoefend? Hoe schrijf je in het Chinees muziek, Christo? Zou hij het echt weten? Nee, dat is toch veel te moeilijk? En hij mag geen fouten meer maken. Oh jee. Zo. Jo. Celine, je mag controleren. Dit is het plaatje van de juf en je hebt het goed gedaan. Ja, deze heb je goed.
Wauw! Christo houdt zichzelf knap in de race. Christo, het is het tweede gerecht. Je mag het nu proeven. En vertel me wat er zijn naam. Ja. Lekker. Christo vind je echt lekker zeker, hè? Ja. Bami pangang. Heel goed. Goed. Applaus. Heel goed. Vliegen met roofvogels echt een keer. Plezier is leuk, maar ik mis ook mijn gezin. Dank u vooral, Zet, is het mijn slotzin. Nou, je hebt het goed gedaan. En je hebt zelfs een extra babyfreeze erin gegooid. Opdracht is gelukt. Box. Rapper Winston Wang spit zijn puberaal rap met succes voor een enthousiast publiek en gaat met de beker terug naar huis. Gefeliciteerd, Winston Wang. Zo, Christo, kijk eens, weer een gerecht. Kijk, dat is nou de laatste gerechten. Zeg de naam van het gerecht. Ja. Christo, hoe heet je deze gerechten in het Chinees? Nee, dat weet ik dus niet. Het is eigenlijk gewoon ei met ketchupsaus. Het is iets met ei, maar ik weet niet hoe het gerecht heet. Als ik zo hoor, is dat toch niet goedkeurd. En de Chinezen noemen Fuyonghai met kip. Oh, jammer. Fuyonghai wist je toch wel? Christo, tussen drie gerechten, maar je hebt twee keer gerechten, twee keer verkeerd gezegd. Dus helaas, het is niet goedgekeurd. Okay, jammer, maar mag ik het wel even opeten? Ja, zeker. Oh nee, Christo gaat onderuit op de Fuyonghai. Hij loopt de beker mis, maar eet wel zijn buikje vol. Ik vond het wel heel leuk. We hebben veel gedaan en ook bijzondere dingen. Het engste wat ik vond van de ruil was de opdracht. Want je doet dan voor het publiek en dat doe ik niet echt graag. Ga je even knuffel geven? Super rapper van me. We zagen hem als een rustige jongen binnenkomen en hoe ik hem net zag staan rappen. Hij vind ik helemaal geweldig. Ik ga de gezelligheid wel missen hier, want ze zijn hier best wel gezellig. Ik vond het superleuk om eens een keer bij een Chinees gezin thuis te zijn. Ja, de Chinese cultuur is heel vriendelijk en heel gastvrij. Ze zijn echt gewoon top. Wister is een heel vrolijk en slimme jongen. Dat is echt een lieve jongen. Dat is echt geweldig, ja. Vlagen tot de volgende keer. Ja. Een heel lieve jongen, je mag altijd welkom. Dank je. Het was hartstikke leuk. Bedankt. Sissi. Doei. Het lijkt me wel spannend om gesteld te ontmoeten. Ik ben benieuwd wat hij ervan vindt dat zijn ouders zo druk zijn. Hoi, ik ben Christo. Vond je bij mijn ouders? Ik vond het superleuk. Ze zijn heel aardig, heel gastvrij. Vond je de opdracht leuk? Nee. Heb je je opdracht gehad? Nee, jammer genoeg niet. Heb jij je opdracht gehad? Jawel. Kan je een stukje breakdance stapjes doen? Ja, een beetje. Oh, ja. Ja, je ouders zijn best wel druk met werken. Mm-hmm. Vind jij het jammer dat je ouders zo vaak weg zijn? Of ben je het wel gewend? Ja, ik ben het wel gewend. Okay. Nou, vroeg vond ik het wel jammer, maar ik ben nu wel aangewend. Oké. Ik vind dat je ook leuke dingen moet doen met je kinderen. Want op een gegeven moment ga je ook werken. En dan kan je ook geen leuke dingen meer doen. Mm. Wil je echt willen ruilen? Nou, misschien een beetje. Een beetje. Ja, een beetje. Maar gewoon, je ouders brengen ook weer tijd door met je. En dat zou ik misschien ook wel willen. Ja. Tot ziens. Tot ziens. En ik kom op de witte vlag. Hey. Ja, Pietje. Goh, Pietje. Welkom thuis. Lekker, dat is helemaal. Ja, is dat leuk? Ja, wel. Ja, oké. Okay. Leuk, hè? Heb je honger, schatje? Ik ga ook thuis eten. Ja, is goed. Goed knuffel. Oh, ik mis man. Oh, eten meegenomen. Lekker zeg.